Zo zoen uiveren. Kun je vertwisten. Achtergelaten. Dit is Herman Hoeneveld. Even vertellen, wie is precies Herman Hoeneveld? Ik verzorg de voorlichting voor het Nederlands Foto- en Grafisch Centrum in Haarlem. Dat is een stichting die zich ten doel stelt onder andere dit geweldige archief toegankelijk te maken. En de eerste stap daartoe is gezet nu met deze tentoonstelling. Juist. Achter mij ziet u, denk ik, als het dadelijk in beeld komt, de poster, hè, de affiche. Dat is een persfotograaf uit 1906 of ja, zo? Ja, het is een van de eerste persfotografen die we in Nederland hebben gehad. Ja. Hij heeft een zelfportret hier gemaakt. Even een klein quizje. Mevrouw, hoe oud is die meneer? Hoe oud? 30. Mevrouw, oud? Mevrouw, hoe oud is die meneer? Nou, 35. 35. Hij is? Hij is 18. 18 jaar, zo ging dat in die barbaarse tijden. Uit 1906. Het was een zwaar beroep ook, vergis je dat niet. Blijkt. Ja. Mijn hoofd zat er net even en ik hoop niet dat de nabestaanden van meneer Van Es, want hij is overleden in 1977, is 90 jaar geworden, ja, ja. Dat hij dat erg vonden. Ja. Nou, ik heb gezegd miljoenen foto's in Haarlem. Het zijn er, om precies te zijn, maar dat kun je natuurlijk niet helemaal zeggen, Dick, 2 miljoen. Daarbij zijn nog eens een keer 200.000 dia's ook in dat archief aanwezig. We hebben er een paar hier, hè? Geen dia's, maar foto's. Die kunnen we misschien even zien, jongens. Als dat mogelijk is. Ja, dan die collectie die geeft een gigantische kijk op de recente geschiedenis. En dan moet je recent toch wel in termen van de eeuwigheid zien. Het archief begint eigenlijk rond 1900. En zo door het archief lopend zie je op een geweldig goede manier wat er in onze samenleving is veranderd. Niet alleen ten aanzien van prachtige dingen zoals de mode, de hoeden, de kleding. Maar ook allerlei andere zaken die voor ons van belang zijn geweest. De directe omgeving, de bebouwde omgeving, de politieke en sociale geschiedenis. Zowel uit het binnen- als uit het buitenland. Dat is het curieuze van dat archief. Juist. Wat ik ook curieus vind, is dat er, en dat ligt aan de andere kant weer voor de hand op zo'n groot aantal foto's, maar dat ze ook foto's hebben waar niemand meer weet in Haarlem, nog van de stichting, nog van enige andere instantie, wat dat nou precies voorstelt. We hebben er hier een in de studio, dus wel aardig om eens naar te kijken. Kijk, wij vermoeden, als u daarnaar kijkt, wij vermoeden dat dat is een groep mensen, en kinderen uiteraard, die wachten op de intocht van Sinterklaas in Den Haag, zo begin jaren 60. Een aantal van die mensen, uiteraard, leven nog, en als zij zich op dit moment herkennen, of u meent thuis iemand te kennen die op die foto staat, schrijf ons dan even. Schrijf even naar de NCV, postbus 4x6, 1200 Hendrik Marie in Hilversum. En als wij u dan uw bericht dan hebben, dan kunt u wellicht hier uitgenodigd worden als gast in dit programma de volgende keer. Zou ik ontzettend leuk vinden. He? Leuk idee, hè? Een voortreffelijk idee, want het is precies een van die dingen die natuurlijk met dat archief eigenlijk zou moeten gebeuren. Ja. Dat veel meer mensen daar kennis van kunnen hebben. Ik denk dat wij ook in de toekomst nog wel meer van zulke foto's, want jullie hebben er nog wel wat, hè? We hebben er nog een paar voor je. Zullen laten zien. Ja. Nou, het zou enig zijn natuurlijk. Je zit nu in de vishal, waar overigens dit weekend al de 20.000ste bezoeker is gepasseerd. Ja. De expositie duurt tot 26 oktober, dus u kunt nog terecht. Maar het zou enig zijn natuurlijk als dat museum een permanente huisvesting zou kunnen krijgen en dan veel groter voor de dag zou kunnen. Ja, dat is natuurlijk ideaal. Dat is ook iets waar op het ogenblik ontzettend hard aan wordt gewerkt. Met name door een groep van mensen die zo'n museum eigenlijk in Haarlem zien zitten. Dat heeft te maken met de geschiedenis van Haarlem. De drukkerij Enschede is daar weg uit een complex. De gelddrukkerij. Precies. Ja, het geld wordt nog wel gedrukt, maar elders. Ja. Dat complex dat zit tussen het Tijlermuseum en het Concertgebouw in. En de gemeente Haarlem probeert op alle mogelijke manieren om dat complex van de grond, dat wil zeggen, te behouden. En het zodanig te verbouwen dat het in de toekomst geschikt is als foto- en grafisch centrum. Waarbij uiteraard deze gigantische collectie de ruggengraat zal vormen van allerlei andere activiteiten die met fotografie, maar ook met boekdrukkunst te maken hebben. Het zou enig zijn. Het is een collectie die stamt uit, en dat is uit uw tijd, en dan kijk ik even naar de wat ouderen onder u. Uit het leven, hè, zitten erbij. Ja. De prins, weet u het nog, van vroeger. Nou, al die foto's kunt u gaan zien, althans een aantal daarvan, nu tot 26 oktober in de Vishal in Haarlem. En hopelijk over niet al te lange tijd. Hoe moet ik dat inschatten? Snel? Komt het snel? Wat ons betreft zeer snel, maar het gaat geleidelijk, maar zeer degelijk. Juist, en zo mag ik het horen. Herman Hoeneveld was dit, dames en heren, van de stichting Foto- en Grafisch Centrum in Haarlem. Ik wou het net zeggen. En als nou het applaus klinkt.
zijn wij praktisch aan het einde van onze uitzending. De eerste Dik u Dik in het nieuwe seizoen. De leader loopt, u ziet dat. Ik wijs u nog even op de teletext. 17:30 kunt u kijken en lezen het recept van Henri Thijs. Wij zijn er weer over 14 dagen. Ik wens u nog erg veel plezier op deze zondag, ook met de NCV-programma.